I'm done. Yo mensen, fijn dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe video en vandaag gaan we weer lekker drop de bingo spelen. En dit is aflevering 2 en in de vorige afleveringen hadden we 2 scorestreaks gehaald. Waar geen flow idee welke het waren, ik moet dat nog over het laatste eens bekijken. Maar spelen op de map slums, ik heb een care package aan, vandaag ga ik de vapor gebruiken. En het is kill confirmed. Dus we moeten wel het dokdeck zien op te rapen. Als een teammate ze niet nakt. Dan zou ik het wel heel fijn vinden. Ah, kut. Oh, dit gaat lastig worden. Omdat dit kill confirmed is. Ik heb zeg maar chaos TDM gestart. Of hoe het ook mag heten. En daar kan je helaas niet aan kiezen of je 6 tegen 6. Kill confirmed spel of TDM. Dus misschien is dit wel een moeilijkheidsgraadje. Als ik kill confirmed krijg. Maar op zich moet het. Moet het te doen zijn. Ah, kut. Ik wist dat hij daar zat, hè. Ik wist het. Staat daar een spawn beacon, zie ik. Zetten we er ook hier neer. Zo. Ah, serieus. Serieus dat hij er nog zit? Ah nee, daar gaan we mijn confirms. Dan de U. Was de spawn daar dan? Wat zal de spawn bieken? Laat mij die pakken. Thanks. Thanks. Oh, is er nog één? Oh, nee, teammate, waarom nak je die? Oh, we hebben de UAV binnen. Oké, dan moeten we nog 40 punten voor de care package. Nog 15 punten als iemand een kulletje maakt. Dan hebben we care package. Ja, ik heb een care package binnen, nice. Oké, dat is dus één care package voor ons. Zit er iemand? Zo, die zag het niet aankomen. Die had coast al volgens mij. Hoor ik hier dat ding neer. Iemand had gezegd van zet perk aan dat je kan switchen als je iets dubbel hebt, maar ik heb het niet aanstaan. Ik ben het vergeten. Oké, kijk. Oh, ik heb het toch aanstaan. Laat maar zitten. Hellstorm, dat was de vorige keer, ja. Een drone squad. Beast. Oké. Okay. Expired. Oké, ik ben blij met de drone squad. Oké, roepen we die dingen in. Ik weet niet wat die dingen doen. Het is letterlijk de derde keer dat ik ze haal. Waarschijnlijk zijn dat gewoon 4 drone'tjes die je achtervolgen. En die mensen gaan killen. Wacht, laat mij de dogdex pakken. Thanks. Zit er hier nog iemand te campen? Ja, daar had ik het dus al in de haten. Oké, iemand heeft ook versterking ofzo. Ik weet niet hoe die. Hoe heet die scorestreak? Met die mannetjes. Geen GI unit, maar. Ah, goed mee. Gereden. Zak. Zo is mijn care package. Hij zit hier in de hoek. Oh nee, hij zit er niet. Zo, die is ook dood. Oké, roepen we snel dat ding hierin. Hoppa. Counter UAV. UAV. Kom alsjeblieft, en is het allemaal aan de linkerkant. Ah, oké, okay, we moeten hem ophalen. Een H6D. Ah, weet je. Ah, Hellstorm. Ah, ik had. Nee, dat moet ik echt niet meer gaan doen. Ik wil eigenlijk zeg maar voor de hogere streaks gaan. Op dit moment. En dat moet ik eigenlijk niet gaan doen. Ik moet eigenlijk baseren op de streaks die ik nog niet heb.
Zo. Oh, kijk. Care package. Hoppa. UV. Oh, kut. Hoppa. We gaan wel lekker 28-5 staan we. Nice. Oké, roep dat ding maar in. Kom aan. Kom dan. Duurt lang. Kost tijd. Oh, dit ga je echt niet menen, hè. Een drone squad. En een UAV. Oké, een UAV, die hebben we ook weer. Die hadden we namelijk nog niet. Gaan ze nu echt daar niet spawnen? Normaal moet er spawnflip zijn, lijkt me logisch. Maar dat gebeurt blijkbaar niet. Shot out. Zo, die is dood. Okay, oh my god. Nog 9 dog decks, maar we kunnen nog een care package halen. Alsjeblieft, laat me nog een care package halen. Alsjeblieft. Oké, ik heb nog een care package. Snel, 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 snel. Snel, snel, snel. Oh, ze spawnen hier. Enforcer, kill. Man, dat ding moet gedropt worden. En een tijd chopper. Oh my god, we hebben hem. Oef. Oh my god. Oh my god, we hebben hem. Oh, die was. Ik schiet op mijn teammate. Ah, kut, sorry. Ah, het potje zit erop, helaas. Helaas, pindakaas. Ja, oké. Okay. Chopper nog herroepen. Oh nee, dat kan nog steeds niet. Ik hou het wel bij één potje waarschijnlijk vandaag. Puur omdat we echt zoveel care packages hebben gehaald. En zoveel nieuwe streaks hebben gehaald. En het potje, een kill confirm potje duurt eigenlijk best lang. Maar we hebben een score van 33,8. We hebben veel score streaks gehaald. Dus is op zich wel chill. We gaan even nog iets in beeld laten komen. Een scorebord met de streaks die we hebben. Dus ik kan hier zien welke streaks ik al gehaald heb. Dat ga ik iedere aflevering proberen te doen. En hopelijk hebben jullie genoten. Doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie de volgende keer weer terug, mensen. Bye bye.